Ja, ben je alweer aan het filmen? Ik ben aan het smeren, want ja, het is hoogzomer in Nederland. Graadje of 30 graden. En ja, je ziet het al, hè? Ik kom nog steeds uit die passagiersstoel. Alhoewel, ik hoop eigenlijk als jullie dit filmpje zien, hè, op de zaterdag dit wordt uitgezonden, dat is van nu over anderhalve week, dat ik toch uit de andere deur weer kom, want dat ik hem weer terug heb. Maar we weten het nog niet. Op dit moment is de status nog steeds... Ik zit nog binnen die 10 dagen. Hè, dat je bent hem sowieso 10 dagen kwijt. Dus ja, ik hoop een maandag of dinsdag een bericht te krijgen van... Alsjeblieft. En nooit meer doen. Zoiets. Maar goed, vooralsnog mag ik dus niet rijden. En we zijn wel een filmpje aan het maken. En ja, als je daar achter me kijkt, dan kun je het misschien al een klein beetje raden. Want ja, als ik niet mag rijden, dan mag ik dus wel dat doen. Dat is een boot. SS Rotterdam. We zijn in Rotterdam, want we hebben dadelijk afgesproken met Bo. En Bo is van jetcars.nl. Nee, niet van Jetcars, zeg maar, de dealer hier in Rotterdam. Die heeft geloof ik nogal een dubieuze naam. Tenminste, dat zie ik altijd in de comments. Weet je of het zo is? In ieder geval Jet-Cars. En misschien heb je het al lang aan de intro gezien. Maar dat mag ik dus wel doen. We zijn natuurlijk driver's dream. Dus ja, als we gaan varen, dan gaan we natuurlijk wel iets aparts varen. En het liefst een auto. En ja, hier achter me staat hij al. Kijk, daar is Bo al druk bezig. Want ja... Dit wordt hem, jongens. Jetcar Bo, jongen. Hey, Sjoerd. Hoe is het? Ja, goed, schangetje. Lekker weer. Dus ja. Een lekker water op. Ja, we hebben hem al op bepaalde socials even voorbij zien komen. Bij Bas Smit, geloof ik, onder andere. Dus ja, dat maakte mij natuurlijk wel heel nieuwsgierig. Maar je had het mij ook al gestuurd. Ja, waanzinnig. De Jetcar, de eerste varende auto. Het is jouw idee, hè? Ja, het is een kruising van een jetski, waterscooter en een boot. En we hebben dit een paar jaar geleden al doordacht. En ja, de coronatijd hebben we het ontwikkeld en althans gebouwd. En ja, het was even niks te doen. Ja. Want ik ken je natuurlijk al een paar jaar. Jij bent eigenlijk een wereldkampioen gewoon flyboarden. Ja, ex-wereldkampioen flyboarden. En, ja, maar goed. Maar goed, moet het wel realistisch blijven. Nee, ex-wereldkampioen flyboarden. Ja, maar wel wereldkampioen. Ja, kan je vertellen, ik kom geen centimeter nog omhoog. Ja. Maar ik heb het ook nog nooit gedaan. Nou, kan ik het proberen dan? Ja, dat is voor later. Toch. Dat is voor later. Dus, maar ja, dat is eigenlijk jouw... Je bent gewoon een waterrat. Deze man kan gewoon alles op het water. Hè? Dus wereldkampioen flyboarden. Nou ja, jetskis. Hupkei. Er gaat gewoon 4 meter de lucht in met zo'n jetski. Dat kan niet allemaal. En 20 meter op een flyboard. Dus, ja. 20 meter? 20 meter. Ga je dan? Ja. Okay. Maar toen was het corona en toen verveelde jij je ook, want er waren geen events. En dan ga je nadenken. Ga je nadenken. Wat gaan we doen? En ik zit natuurlijk altijd op de watersport, ook bij inkoop, verkoop van boten. En dan gingen onze dromen achterna, zeg maar. En dat was een varende auto. Ja. Ja. Dus je zegt het is jetski, het is een auto, ja, de body shape. Ik begrijp ook wel dat om niet te veel ruzie te maken met fabrikanten, dat je het een beetje algemeen moet houden. Ja. Hij doet mij het meest denken aan een Corvette. Zou dat kunnen? Hij lijkt inderdaad redelijk op een Corvette. Ja. Maar goed, ik snap ook dat het mag nooit een 100% gelijkenis zijn. Want... Nee, inderdaad, je zit met patenten, dus je wil niet te veel op één soort of op één auto lijken. En het, ja, een beetje creatief blijven en dan toch van alles wat eigenlijk. Ja, nou, van onder hebben we een boot, dus? Van onder hebben we een boot, bestaande speedboot. Super, super rond, vaart lekker. Ga sowieso meteen zelf gaan zien. Ja. Vaart echt fantastisch. De body is van de auto, nou, daar hebben we het net over gehad. Ja. Een klein Corvette. Ja. En we hebben in de achterbak, in de motorruimte, een 200 pk waterscootermotor. Motor achterin, dus achterwiel aangedreven. Voilà. Oh, die ligt wel diep. Dus dit is een 200 pk Yamaha blok? Sea-Doo. We gaan niet schelden met Yamaha. Ik roep ook van, ik weet de ballen van jetski. Nee, er zit een 200 pk Sea-Doo motor in. Ja. Die komt dus uit het bekend van de waterscooters. Sea-Doo ligt in bijna elke waterscooter. Ja. 200 pk. Geloopt met deze setup, met deze auto 75 km per gps. 75, dat is best hard hoor, op het water. Kan je goed achter water skiën, je kan er alles mee doen. Dus het is, Maar en is zeg maar, kan er nog meer in? Heb je ook iets getest? Of is dit de max qua varen? Nee, we hebben hem ooit een keer getest met een 300 pk. Die gaat over 300, de 100 heen. Okay. Die gaat over de 100 km per uur heen. Deze is zonder supercharger. De 300 pk heeft een supercharger.
De 200 pk heb ik gewoon verkozen, 25 km per uur is perfect, want dit is onze demo auto en die gaan we ook verhuren. Dus 100 km is een beetje onnodig en ook te veel, ja, meer brandstofverbruik. En het blijft een beetje, denk ik, wat langer heel als ik het zo dit blijft iets langer heel dan, want die maakt iets minder toeren. Ja. Dus ja, wat minder toeren maakt, blijft vaak wat langer heel. Ja, nou ik ben ontzettend benieuwd. Zoals je weet heb ik een klein probleempje met mijn rijbewijs. Ja. Maar dit mag dus wel. Niet getrapt. Ik mag wel, ja, ik hoor volgende week waarschijnlijk of ik hem hopelijk terugkrijg. Maar ja, er staat dus in, ik mag wel varen. Je mag varen. Ik mag varen. Ja, en deze is varen. En het is een auto, dus ik zeg let's go. Zijn we jouw ding? Ja, ze leggen we aan. Laten we ding het water in leggen. Toppie. Zin in. Dit is toch fantastisch. Echt, echt een gaaf ding. Dus ja, ik ben heel benieuwd. En dit mag. Het is gewoon legaal. Ja, jetcar, jetbus. Alles kan hier. We zijn in Rotterdam. Dat had je al lang gezien, want daar staat de Eurobus. Maar zelfs de bussen rijden hier gewoon het water in. Maar ja, het product is nu af, maar de jetcar is gewoon te koop nu. Zeker, zeker. Heb je al orders binnen? Ik heb er twee verkocht, dat is goed, bij je pizza toe. Wauw. Als deze de week bekend worden, of zeg maar bevestigd worden, dan worden ze vanaf volgende week gebouwd. En dan gaan ze de deur uit. En hoe lang ben je qua leeftijd nu bezig voor zo'n jetcar dan? Je kan hem dus kiezen in je eigen kleur. Ja. Voordat hij in de kleur is meegespoten en de rompjes gemaakt, zijn we 2 weken verder. En dan heb ik 1,5 week nodig ongeveer om hem af te bouwen. Ah, dat is een maandje. Een maandje, 4, 5 weken. Ja, dus je kunt deze zomer nog rijden, varen. Ja, 100%. Ja. Oké, dat is leuk. Hey, en wat kost die? Inclusief de BPM? Hij kost verkoop 44.500 euro. Vaar klaar. Met geluid, stoelen, trailer, motor. Alles erop en eraan. Trailer er ook bij. Alles erop en eraan. Bij Driver's Dream kijken we daar niet helemaal van op. Maar dit is altijd de goedkoopste. Wat was de Corvette eigenlijk? Corvette, weet je dat mee? Ja, Nederlands kenteken. En de laatste Corvette gaat gewoon over de 2 ton. Maar dat komt omdat hij natuurlijk door die CO2 uitstoot. Nou, dan zit ik erop 1/4. Ja. En hij vaart. Ja. Hey, en heb je nog opties? Of kan je nog wat of is het gewoon. Nee, we hebben sowieso. Het coole is aan de boot is dat het voetgas is. Dus je hebt geen net als een boot op stuur. Nee, je hebt gewoon een echt gaspedaal. Met je voet kan je gas geven. Ja, dat is wel echt lachen. Er zit rondom zit een Red Sounds audiosysteem. Best uit Amerika. Er zit een media player in. De waterbus. Hebben ze ook wat te zien? Dit is wel echt kick. Ja, we beginnen net even een stukje echt vollig plank vooruit. Ja, dan ga je gewoon 70 km per uur over het water. En dat is best hard. Op de weg stelt natuurlijk geen zak voor. Maar dit is wel echt kicken. Lachen, man. Echt gaaf gedaan. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het eruit ziet van de buitenkant. Maar dat ga je nu zien. Want Gerben die springt nu over op een waterscooter. Dus als je wat splashen ziet voor de camera, dat is de GURP op een jetski.
ik wil je even feliciteren gewoon met deze waanzinnige uitvinding. Want ik heb het gewoon nog nooit gezien. Ik heb het nog nooit gevaren. Ik vind het waanzinnig gaaf. Dankjewel. Ja. En als ik zo eerlijk mag zijn, 44.000 euro. Ja, natuurlijk is het veel geld. Maar als je ziet voor wat je ervoor krijgt. Ja, het is nieuw. Ik vind het, jij hebt het bedacht. Ik vind het helemaal niet te gek. Ik vind misschien dat bij Driver's Dream nog een paar mensen zijn die zeggen yes. En dan nu gaan we even een stukje varen. Hij kan dus 70 per uur. En dat gaan we maar doen. Je hoeft alleen maar gas te geven. En dan gaan we. En dit is zo kicken. We gaan langs de SS Rotterdam momenteel. Gewoon vol gas. Wat? We zullen nog één donut maken. Dat, is namelijk, dat kan nog wel, hè, Bo? Tuurlijk. Ja, donut. Eigenlijk driften en donuts maken. Dat is leuk een auto rijden. Dat is ongeveer het enige wat je ook echt. Met één handje. Het ding stuurt scherp, man. Ja, het heeft gewoon de stuurbewegingen van natuurlijk een jetski. Dus super scherp. Jongens, wat is dit lachen? Erbij. Ja, je bent in Rotterdam of niet? Nee. Zingt iemand mee, Driver's Dream? I can see clearly down the rain. Nee, die is helemaal niet kom! Die weet ik helemaal niet kom! Dit was de jetcar en dit was eigenlijk alweer de video van deze week. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze iets andere beelden. Want ja, volgende keer hoop ik mijn rijbewijs weer te hebben. Bo, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Voor deze ervaring. Waanzinnig. Top. Alsjeblieft. Volgens mij moet jij weer gaan flyboarden nu. We gaan weer optreden. De show must go on, hè? De show must go on. Jongens, check het even uit, hè. Flyboard team. Deze jongen is gewoon serieus goed. En voor de rest, Jetcar Nederland, Instagram. Jetcar Nederland, hè? Check die ook even. En like ons ook, abonneer, maar dat heb je natuurlijk al lang gedaan, Driver's Dream. En dan zeg ik ciao, bye, arrivederci. Hey, tot de volgende keer, hè. Doei. It's gonna be